Een gebied met bewolkingen en regen trekt met name vanochtend noordwaarts over ons land. Dat betekent met name in de westelijke helft van het land regen. In het oosten en zuiden van het land is het al wat vaker droog, mogelijk ook met een glimp van de zon. De temperaturen vanochtend op de meeste plaatsen rond een graad of 12. In de intensieve regen is het een paar graden kouder. En uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen droog en loopt de temperatuur op naar 14 tot plaatselijk 17 graden. Daarbij waait een matige wind uit het zuiden, windkracht 3 of 4. Vanavond is het zo goed als overal droog. Er zijn ook wat opklaringen en de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 12. De wind die neemt in kracht af en ook morgen zullen we niet al te veel wind hebben. Mogelijk valt er nog wel een enkele losse regenbui in het westen of zuiden van het land, maar verder is het overal wisselend bewolkt, zo dus goed als droog bij maxima rond de graad of 15. In de dagen daarna dan blijft het op de meeste plaatsen droog en gaan de temperaturen steeds verder omhoog. Woensdag is het al 15 graden in het noordwesten van het land, mogelijk 20 in het zuiden. Nou, donderdag dan wordt het op veel plaatsen nog wat warmer en vrijdag dan is het misschien weer iets koeler als de wind naar het zuidwesten draait, maar blijft het nog altijd grotendeels droog.